ZOS Radio. Zaterdag 27 augustus vonden er weer een groot aantal activiteiten plaats bij de Babbersmolen in de Babberspolder. We gaan er zo meteen over praten met het hoofd van de communicatie en educatie, Paul Sporke. En wij hebben ons alvast opgesteld in de Minipolder. Vanochtend heeft hier ook een activiteit plaatsgevonden in het kader van de Nature, hoe moet het goed zeggen, Impact Days. Wat hield dat in? De Nature Impact Days, dat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland. En dat is erop gericht om twintigers en dertigers die eigenlijk ook best wel leuk vinden om in de natuur wat werkzaamheden te verrichten, om die daar wat meer vertrouwd mee te maken. In het verleden blijkt dat bij de meeste natuurbeheergroepen, dat zijn vaak wat oudere mensen van 50 plus. En als er dan een enkele twintiger meedoet, ja, dan voelt hij zich soms toch een beetje verloren tussen de oudere mensen. Dus vandaar dat er inderdaad een apart evenement is bedacht om die doelgroep te bedienen. En zijn daar echt mensen van die leeftijd op afgekomen? Ja, we hebben inderdaad gewoon een aantal mensen gekregen. Iets minder dan verwacht, omdat we dit jaar blijken er heel veel locaties te zijn die meedoen. Ja, en dan wordt de spoeling vanzelf wat dunner om in Schiedams spreekwoorden te blijven. Maar dat maakt niet uit, want we hebben gewoon een gezellig ploegje nu. En we zijn vanochtend bezig geweest in de wilgengriend. Om daar gewoon de wilgen gewoon wat meer lucht te geven. Wat kleine takken ertussenuit te knippen. En ze gaan zo meteen sloten. Dat is ook echt een typisch landschapswerk wat rondom poldermolens gedaan werd. Dus zo leren ze gewoon kennen wat er allemaal bij komt kijken om in een poldermolen te wonen en het land te beheren. En wij maken dankbaar gebruik van hun extra kracht. Ja, jullie hopen waarschijnlijk ook dat er een aantal misschien wel blijvend hier komen helpen. Ja, dat zou geweldig zijn, maar ja, dat kan je nooit afdwingen. Dus het enige wat we kunnen doen is inderdaad om ze naar de zin te maken en zelf te laten ervaren hoe het hier bij de Babbersmolen is. Dus we gaan het zien. Het weer zit in ieder geval mee, want het is niet te koud, maar ook niet te warm. Nee, het is heerlijk weer om te werken inderdaad. Het begint een beetje benauwd te worden, maar inmiddels, de molen laat ook al zien, het begint een beetje te waaien. En dat is altijd erg lekker aan het werk. Daarom heb ik ook een hoedje op, want we gaan misschien zo meteen nog wat hooien op het land. En dan sta je midden in de zon, dus dan is een hoedje altijd fijn om jezelf te beschermen. En vanmiddag is er dan een familiedag? Ja, vanmiddag hebben we vandaag een combinatie gemaakt, omdat de middagactiviteit, dat is een soort familiedag in samenwerking met het Stedelijk Museum Schiedam. Die hebben deze weken, maanden moet ik eigenlijk zeggen, de expositie Levend Landschap. Wat het landschap laat zien van Dordrecht tot Delft en hoe dat in de loop der eeuwen is veranderd. En dan is het ook heel leuk dat de bezoekers die daar voor langskomen ook zien mensen aan het werk in het landschap zelf. Dus daarom past die Nature Impact Days, die sluit heel goed aan op het levend landschap thema wat we vanmiddag laten zien. En daarvoor hebben we ook nog allerlei andere activiteiten georganiseerd. Maar nu is het natuurlijk zo dat niet iedereen die dat nu hoort kan nog hier naartoe komen. Maar elke zaterdag kunnen de mensen de molen bezoeken? Absoluut, we zijn in het seizoen en dat is tot eind oktober zijn we elke zaterdag open van 11 tot 4. Maar vandaag zijn we speciaal voor die familiedag tot 5 uur open. En we hebben een wilgenvlechter en er is verkoop van groenten en inmaakproducten. Er worden demonstraties gegeven. Dus gewoon als je tijd en zin hebt, kom gerust langs vanmiddag, want het is alleen maar gezellig. Oké, hartelijk bedankt. Alsjeblieft. Een van de vrijwilligers bij de Babbersmolen is ook de heer Schouten. Klopt. En u bent zelf ook woonachtig en werkzaam op een boerderij? Wij wonen op een molen. En ook een watermolen. Nee, eigenlijk zoals deze watermolen, alleen dan in de polder nog. Ik bedoel, zijn we natuurlijk in een stedelijk gebied. En daar woon ik met mijn gezin al 40 jaar. Nu staat u in uw handen met een zeer gevaarlijk uitziend apparaat. Ja, dat is een inhakker. We kunnen hier natuurlijk bij de gratie leven dat we het regenwater afvoeren. Dus daar heb je sloten voor nodig, daar heb je vaarten voor nodig, daar heb je gemalen voor nodig. Daar had je in het verleden molens voor nodig. Maar al dat, die kunstwerken zeg maar, van sloten en vaarten, die moesten, ja, dat noemen wij schoonmaken. Die moet je opsloten, die moet je ophakken om, om ze open te houden, om het regenwater... Zo meteen een demonstratie van geven. Ja. Want tegenwoordig gebeurt dat natuurlijk allemaal machinaal met grote maaikorven en grote machines. Maar hier doen wij het nog steeds met de hand. Tweeledig. Het is kleinschalig. Het is, hier leent het zijn eigen niet om met zware machines te komen. En ook om zeg maar, dat stukje van het molenaarsambacht door te geven. Hoe het is om op een molen te wonen. In en rondomheen. En daar horen ook dat soort werkzaamheden bij. Het is niet alleen het bedienen van die molen.
Maar dat was ook zeg maar de tuinen en het grasland bijhouden die er rondomheen waren, die nodig waren om te overleven. Oké, okay, nou, we gaan straks met spanning tegemoet zien wat u gaat doen met... Ja, dat is goed. Hier zijn we bij de sloot. We zien allerhande waterplanten erin groeien. Als we dat zijn gang laten gaan, dan groeit zo'n sloot dicht. Verlamt die en wordt uiteindelijk ook grasland. Maar dan kun je het water niet meer afvoeren. Dus die sloot die moet minimaal 1 keer per jaar schoongemaakt worden. Daar vallen we ook onder een keur van het waterschap. Je kunt een bekeuring krijgen als je hem voor een bepaalde datum niet opgesloten hebt. Maar goed, de molenaar of de boer, er zijn verschillende manieren om zo'n sloot op te halen, zoals we dat noemen. Wij gebruiken om de kanten op te hakken een inhakker. Dat is dit, dat is een zeis, een soort van zeis. Dan hebben we een sloothaak, daar kom ik zo op terug. Ik zal een stukje ophakken en dan een stukje met de sloothaak voordoen hoe dat in zijn werk gaat. Dit moet goed scherp zijn. We maken hem scherp en we houden hem scherp met een soort wetmes of een wetstukje hout. Dat is een strekel. En zo. Want hoe scherper dat is, hoe minder dat het van mijn rug hoeft te komen. Dus die kant ingehaakt dat de sloot op breedte blijft, dat die ook niet uit de kant vandaan dicht groeit. Dit heb ik nu gedaan. Ik ga nu de sloothaak pakken om het slootvuil op de kant te trekken. Alleen het verwijderen van vuil. Wat men ook, dat deed men meestal 1 keer in de 4 jaar, dan werd er ook een diepteschouw gehouden. Dan kwamen ze dus controleren of dat die sloot diep genoeg was. En dat deed men met baggeren. Daar ging men dus baggeren. En hier hebben we dus het baggernet met een korf eromheen. Hier zit het, dit hoort ook scherp te wezen om de bagger zeg maar los te maken. En dan werd het dus met de hand, en dat werd dus meestal in de winter gedaan. Dat sloten, dat werd in de herfst en in mei. In mei had je ook nog een schouw in januari gedaan, want in de winter dan gingen ze baggeren. En dan, dat was, je moet je voorstellen, je hoort hier een lange steel aan te zitten. Want die steel die werd ook... Jij doet dienst als hefboom. Deze bagger, die liet men drogen. Dat werd op hopen gezet, dat noemde men een aardhoop. Dan had men voer ook dikwijls met een schouw door de sloot. Want het land was dikwijls onbereikbaar, omdat het te drassig was. Dan voer men mest van de koeien naar het land en dan maakte men van die aardhoop zeg maar een vruchtbare substantie en dat werd over het land verwerkt. Zo'n aardhoop, zeg maar zeggen bijvoorbeeld op de groentetuin, ja, dat is heel vruchtbaar en ja, het is natuurlijk allemaal een natuurlijke manier. Ja.